Ik ben Esther van der Loos. Ik doe sinds 7 jaar aan roeien bij Willem III in Amsterdam. En sinds 3 jaar roeien we bij het Paralympisch Trainingscentrum. En daar kom ik uit in de TA-klasse, Trunks Arm. Ik ben Corné, 23. En nu sinds 8 maanden ben ik para-roeier bij de PTC in Amsterdam. Als ik jou 8 maanden geleden had gezegd dat jij 5e werd op het wereldkampioenschap in Zuid-Korea, had je me dan geloofd? Nee, dan had ik je niet geloofd. Dan had ik wel, even heel hard gelachen en had ik wel gevraagd van, nou ja, ik weet niet waar je het op baseert. Ik heb vroeger geschaatst. Daar heb ik ook mijn handicap aan te danken. En ja, dat zit gewoon in je. Ik zocht ook altijd weer naar een sport. En nou, dat werd dus toch weer een buitensport op het water. Maar nu niet in bevroren toestand, maar op het water zelf. Want 8 maanden geleden werd ik dus gebeld door Martin, onze coach. Eigenlijk met de vraag of ik zin had om een Nederlandse kampioen te worden. Ja, toen had ik al zoiets van, ja, het zal wel. En nu, daar heb ik inderdaad wel gewoon na 4 keer trainen, 1 keer kotsen ben ik dat geworden. En zo is het een beetje gaan rollen. Dus dat is wel, sindsdien is het gewoon snel gegaan. Ik had nog nooit in zo'n boot gezeten. En dat heb ik wel heel goed uitgepakt. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ik heb een aangeboren beenlengteverschil. Mijn linkerbeen is vanaf mijn 3e eigenlijk haast niet meer gaan groeien. Waardoor ik nu een beenlengteverschil heb van ongeveer 30 centimeter. Ik had via de schaatswereld heel veel Zuid-Koreaanse contacten. En mijn droom is altijd om wel naar het land te gaan, maar dat ik daar in een roeiboot terecht zou komen, dat ik echt nooit durf hopen. Je zit hier in Zuid-Korea, in de boot met Corné de Koning. Wat is dat voor roeier, denk jij? Een spiermassa. Ik ben blij dat hij dit jaar ons team heeft komen versterken. En ook eigenlijk dankzij hem, ook dankzij zijn kracht, staan wij hier ook te schitteren. Ja goed, zowel in de boot als uit de boot is het gewoon een hele goede klik die we hebben. We zitten, zoals ze zelf ook al zei, we zitten hier nu gewoon nog twee weken bijna. En het is eigenlijk gewoon, 2 weken is het eigenlijk alleen maar gezellig. Gewoon met z'n tweeën, maar ook gewoon met het hele team. Als team zelf voor de TA Mix 2 functioneren we gewoon heel leuk en gezellig. En dan is de prestatie er ook nog eens een keer naar. Je haalt de finale, wordt daarin 5e. In het begin was het nog even aftasten. Wij groeien gewoon echt het toernooi in. De eerste wedstrijd zaten wat foutjes. En, gisteren hadden we voor de finale te halen, hadden we een iets betere race. En ik denk dat we vandaag onze beste race hebben gedaan. Zeker nu kijkend vind ik vandaag naar het veld. Het lag allemaal heel mooi dicht bij elkaar. En mogen we eigenlijk ook gewoon niet ontevreden zijn.